Duigen zou die Jans eens kunnen vertellen. Dat hij moet zorgen dat het voor donker afgelopen is hier. Want misschien weet Jansen dat niet. Het is inmiddels wintertijd. Voor je het weet, komt er die lamp aan. Kiepric. Ja, knap zeg van Jansen. Op de kopstoot van Blinken. Weer Jansen, hij heeft hem. Hij is niet de vlotste als het gaat om het hervatten van het spel. Maar die handschoenen van hem zitten als gegoten. Een goede kopbal van Blinken naar de voorzitter van Kiepric. En een geweldige reactie van de keeper. Hij is goed op dreef. Oh, maar voor Blinken is hij net iets te ver. Veskens. Stewart is vertrokken. Lag op snelheid, de goeie is hem kwijt. En het is alle geluk van de wereld nu voor Feyenoord. Na het missetje van de goeie. Zo heb je als goede keeper af en toe ook natuurlijk het geluk nodig. Stewart is de man waar ze bij Feyenoord op letten. De goeie loopt dan bijna revels van de sokken. En er had gescoord moeten worden door Laros. Uiteindelijk is het Fraser die Stewart belet de terugspringende bal tegen de touwen te jagen. Het is de 23e minuut van de tweede helft. De straf van Taument is kennelijk voorbij. Hij mag erin. Kiepric wordt naar de kant gehaald door Van Hanegem. En zo resteert voor Taument nog een kwart wedstrijd. Om zich weer in de gunst te spelen van zijn trainer. Nijs. Van Loen. Scholten. Weer moet Van Loen zo'n heel eind afleggen om voor ons daar te zijn waar hij voor gevaar zou moeten kunnen zorgen. Blink. Scholten. Taument ontwijkt een tackle, maar dat is meer aan de lenigheid van Taument te danken dan aan het milde karakter van de sliding van Bogers. Luimke past in de voordeelregel toe. Stewart komt de bal terug. Blinker. Van Bronckhorst. Niet aarzelen, maar schieten. Dat deed hij ook. Maar de voet van Smits kwam er nog tussen. Boeglal. In de periode van de wedstrijd waarin Feyenoord steeds vertwijfelder op jacht ging naar de treffer en hem nu dus moet incasseren. Stewart geeft aan. Revels wordt uitgekapt, heel handig door Boeglal. De keeper komt eruit en Boeglal vindt het doel. 5 minuten nadat hij in het veld is gekomen. Vastgehouden. Of Fraser was het. De Wolf. Het was Goré die de 1-2 met De Wolf maar halfbak aanpakt. Nou, de spellen zit nu zeker niet. Dus komt hier waarschijnlijk 0-2 aan. Boeglal gaat neer. Maar van een overtreding van Van Gobbel was geen sprake. Goed verdedigd dus. Door de international. Bos. Kom zeilt zo, laat u Perissa, daar is de Wolf. Hey.
Jant ondertussen voetert op Blauw Kukurisa, omdat hij zich nu en dan makkelijk laat aftoeven door Blinker. Veskens. 5 minuten nog te gaan. Boeglal. Onderuit. Penalty. Overtreding van Gobbel tegen Boeglal. Die invaller. Die buitengewoon effectief met zijn geringe speeltijd omgaat. 1 keer gescoord heeft. Feyenoord daarna nog 2 keer in angst bracht. En nu, na in de weg te zijn gelopen door Stewart, hier de penalty verdient. Na een tikje van Gobbel. En zo ziet de goede voorzet. Deze van Gastel die geen fout maakt. Of van Hintem natuurlijk, nummer 8. Mark van Hintem schuift de bal, beheerst met de linker. Voor de goede onbereikbaar in de hoek. Hier is het feestje bij die supporters van Willem II. In dit vernieuwde voetbalbolwerk in Rotterdam. Zijn de druiven van Feyenoord natuurlijk zuur. 0-1 door Boeglal, 0-2 door deze van Hintem.